Beste Johan, is er voor Erwin Koeman nog een rol bij Fenerbahçe weggelegd? Want nee, nu Erwin allemaal, is op staande voet eruit. Echt waar? Ja, die is in het vliegtuig, terug van de Europa Cup. Ja? Is die gebeld door de clubleiding dat ze een nieuwe trainer hebben en dat hij ook niet de assistent kan blijven. Dus ik heb het idee dat Erwin wel blij is. Misschien had hij beter zelf op kunnen stappen, maar nu krijgt hij tenminste een gedeelte van zijn geld mee. Maar ze hebben de jongen natuurlijk op een schandalige wijze aan het lijntje gehouden. En ja, als hij weer een keer won, de indruk gegeven, we willen met jou verder. Maar uiteindelijk waren ze achter de schermen gewoon bezig met een andere trainer. Ja, Ersun Yanal, daar waren ze al een tijdje mee bezig. Dat speelde ook al de hele tijd, ja, Valentijn. Dat idee heb jij dus ook al die tijd gehad. Ja, als hij alles had gewonnen, dan waarschijnlijk niet. Dan had hij misschien wel kunnen blijven. Ja, hij verloor gisteren ook wel natuurlijk gewoon een overbruggingsperiode. Ja, nou, kijk, ze staan nu onder de streep, hè. Toen Cocu wegging, stonden ze boven de streep. Ze staan nu gewoon onder de streep. Ja. Dus ze zouden gewoon degraderen op dit moment. Dus. Maar het is wel aardig dat Cocu eindelijk Turkije uit kan. Ja, die heeft het nu geregeld allemaal. Ja, maar hij was al wel in Nederland, hè? Ja, maar hij moest iedere keer als hij naar Nederland moest hij gewoon toestemming vragen. Ja. En toen eisen ze ook, zeg maar. Hij is bijvoorbeeld bij PSV de laatste wedstrijd tegen Barcelona geweest. Ja, dat zat hij op de tribune. Ja, dat zat hij op tribune. Maar toen moest hij vrijdag voor een bepaalde tijd moest hij terug zijn in Turkije. Tsch. Dus ja, op dat moment, ja, dan zit je gewoon met handen en voeten zit je aan zo'n club gebonden. Ja. Dus wat dat betreft ben ik blij dat hij nu vrij man is en gewoon weer terug kan naar Nederland. Wel apart, hè? Want eerst gaf iedereen wel hoog op van die voorzitter, maar uiteindelijk... Ja, die stond net zo gek. Nou, hij heeft Cocu toen lang de hand boven het hoofd gehouden, terwijl je weet in Turkije... Is dat haast onmogelijk als die hele publieke opinie tegen zich tegen je keert? Ja. Dus hij heeft dat heel lang voor een Turkse voorzitter heeft hij het eigenlijk heel lang volgehouden. Maar daarna is hij toch helemaal doorgestuurd. Ja, en dan blijkt toch dat het een man met heel veel geld is. Want je gaat niet met volwassen mensen om door naar een nederlaag te zeggen van je mag niet met vliegtuig terug, nee, je moet met de bus. Ja. He, en als je dan als volwassene karakter hebt, zeg je nou, maar dat is de laatste busreis. Ja. Nou, dat hebben we wel bevreemd, dat Erwin alles maar over zijn kant liet gaan. Ja. Van de week zat ik met Ronald, die zegt, nou, dat had mij echt nooit overkomen. Ik had, wat jij ook iedere keer zegt, wegwezen daar. Nee, maar Erwin zat met het probleem. Erwin die wilde natuurlijk een patiëntje verdienen. En die zat daar als assistent en die dacht, als ik nou die 3 jaar als hoofdtrainer vol kan maken, dan kom ik toch met 6 miljoen thuis. Dat is wel lekker. Dat is toch lekker meegenomen. Ja. En nu moest hij met de bus terug. Dat is wel erger allemaal. Dus lekker verhaal. Maar gisteren zijn ze wel met de vliegtuig teruggekomen. Ja, want hij is in het vliegtuig gebeld. Ja. Maar er was geen bus waarschijnlijk uit dat ooit. Maar je mag toch niet bellen in het vliegtuig? Of voerde die opsteeg waarschijnlijk dan? Ik weet niet, maar misschien is dat vliegtuig wel van die voorzitter. Oh ja, Vond u dit een leuk filmpje? Wilt u er meer zien? Abonneer u dan op ons YouTube-kanaal Veronica Insight.